Yo mensen, welkom bij Pokémon Emerald Randomizer, episode nummer 2 in de Pokémon Superweek. Mijn naam is Dylan en ik hoop dat jullie heel veel plezier gaan hebben van de tweede episode. Heb je de vorige episode gemist, dan kan je hierboven drukken op vorige video. Die is een uurtje geleden online gekomen en dan kan je gewoon kijken wat die eerste episode gedaan hebt. Nou, een paar keer doodgaan, een paar keer keihard falen. Maar ja, fuck die shit, het is niet anders. In ieder geval, ik ben nu in de Pokémon Gym gegaan, die van mijn vader is. Dat is eigenlijk badge 5, dat weet ik al. En Wally gaat laten zien hoe ik een Pokémon moet vangen. Gast, ik speel al jaren Pokémon. Weet je wat? Ik ga dit allemaal doorspoelen en dat soort shit. In ieder geval mensen, Pokémon Superweek, wat is het nou precies? Ik ga deze hele week lang 3 Pokémon episodes per dag uploaden. Om 5:30, 6:30 en 6:30 op dit YouTube kanaal. En u kunt allemaal meegenieten, meepraten en gewoon mee gaan lopen chillen in deze serie. En laat me even weten of je er een klein beetje zin in hebt. Dus, hartstikke tof. Nou, dat heb ik een beetje gehad. En ik moet zo meteen naar Rustboro City van mijn vader. Dat vindt hij hartstikke tof. Dus dat ga ik voor jou doen, papi. In ieder geval, laat me even weten wat je van de Pokémon Superweek vindt. Vond je het leuk? Hou je een beetje van Pokémon? Laat me even weten. En wat is jouw favoriete Pokémon? Dat lijkt me ook even leuk om te weten. Dus vertel. Nou, wat moet je nou? Hij zegt, ben je een echte Pokémon? Nee, je bent geen echte. Je bent een rookie. Fuck you, man. Hij zoekt talent te trainen. Hij zoekt alleen maar mensen met talent. Hij zegt dat ik geen talent heb. Oh, fuck jou, vriend. Wacht maar bij de Pokémon League. Ga je zien wie die echt talent heeft, motherfucker. Goed. In ieder geval, we spelen Randomizer. Dat had één ding in. Zodra ik in de bosjes loop, kan ik alle soorten Pokémon tegenkomen. Tenzij ik ga battlen met deze trut. En ik weet wat zij heeft. Volgens mij had zij een Zigzagoon en een Wingull. 1 Pokémon. Nou, Zigzagoon. Ja, ik kan toch goed. Zigzagoon heeft ze. Maar in ieder geval, ik had dus een Flamie, level 10. Maar een randomizer kan je dus, zeg maar, als je in de bosjes loopt, kan je alle soorten... Oh, lekker dat ik het al heet. Kan je alle soorten Pokémon tegenkomen. Dus je kan de bosjes in, kan je Pikachu tegenkomen of water Pokémon, een fucking legendary... In de bosjes. Het kan voor alles zijn. En ik kan ze voor allemaal vangen. Dus het wordt hartstikke leuk altijd. Want ook mijn eerste Pokémon die erin zaten is dus deze fucking... Really? A full restore? Op level 7? Wat is mis met jou, man? Kut Zigzagoon. Fuck off. Hier en nu, weet je wel. Heb je fucking full heal gebruikt. En nu, weet je, dan gaat het nog dood ook. In ieder geval, dus randomizer komt dus random Pokémon tegen. Randomizer. Ik ga ook een keer laten zien hoe dat moet. Dus misschien wordt het morgen wel de eerste episode. Van hoe moet ik dat sowieso wel even doen. Heel veel mensen willen graag weten. Hoe doe je dat deel? Hoe download je een randomizer? Want dat werkt mij helemaal niet. En dan word ik een beetje moe van het mensen bevragen. Dus dat ga ik even laten zien aan jullie. Eens even kijken. Ik zit nu in dit bos. Oh man. Die van die andere Pokémon die ken ik in mijn hoofd. Weet je wel. Die kans is niet op. Dat weet ik zeker. Een Machoke. Machoke is een hele coole Pokémon. Maar ik ga hem niet vangen. Weet je waarom ik Machoke niet wil vangen? Want hij al geëvalueerd is. Ik wil zeg maar niet geëvalueerde Pokémon hebben. Oh, ik loop zo voor hem! Oh my god. Zo'n kut bug catchers. En ik heb nog geen Amber. Dus dit wordt echt een fucking kut battle. Wat moet je nou, Lyle? Kut Wurmples. Oh god. Mag ik het voor jullie skippen, jongens? Mag het? Ik denk dat jullie ja tegen me zeggen. Want dit willen jullie natuurlijk niet zien hoe ik ga trainen met deze fucking domme Pokémon Lyles. Ik bedoel... Als het nou een spannende battle is, oké. Okay. Ik bedoel, kijk, het is gewoon fucking one-sided. Ik two-shot al zijn Pokémon. 1, 2. Nou, dat was Lyle. Weet je, ik bedoel, leuk man. Hehe. Dus daarom ben ik blij dat ik op de Game Boy speel. Visual Boy Advance. Maar ik ga je laten zien hoe het ook moet. Want heel veel mensen vragen... Oh, motherfucking Chansey. Chansey is zo'n coole Pokémon. Maar ik ga hem niet vangen. Ik weet alleen dat Chansey fucking veel HP heeft. Dus ik ga het even doorspoelen ook. Ik raak een kill. Holy crap. Ik was bijna dood. Maar 120 XP betekent level 12. Wacht, Amber? Hehe, daar is Amber. Jezus, ik heb nog maar 13 HP. En ik heb geen zin om terug te lopen naar het Pokémon Center. Dus ik ga mijn potion gebruiken. Ik heb scheid. Hehe. Boom. YOLO. Ik heb geen zin om naar het Pokémon Center te lopen. En een paralyzed. Als ik geparalyzed word, dan kan ik eruit. Oh, die is natuurlijk voor stunts voor. Met die klote Wurmples. Nee, Wurmples kan het niet. Oh, hey, heb je Sharky? Heb je die gozer die zijn Pokémon kwijt is? Not one to be found. Hallo, heb je enige Pokémon gezien genaamd Shroomish Shiro? Hij houdt van die Pokémon. Oh, nee! Team Aqua! I was going to ambush you, but to have the Dreadwall, Petalwalk, Petalwalk Woods forever. Ja. Ik ben zo sick of waiting. Ik word ziek van het wachten. Hier ben ik. Oh, nee! Hij heeft de Devon Research ding gewoon gegeven. Hij gooit hem gewoon aan toe van hier, mag het. Oh, ik moet hem beschermen. Oh, kom op dan. Kom vechten dan. Hij zegt, kom vechten dan. Want Team Aqua is geweldig. Oké, kom dan. Gast, ik ben een kind van 12. Je kan me zo in elkaar slaan als je het gewild. Maar, whatever. Team Aqua Grunt wil vechten. En heeft hij een level 9 Puccina. Ik bedoel, zo badass voelt hij zichzelf. Nou, ik ga hem emberen. Vuur. Oeh.
Dat doet dikke damage. Oh man, daar word ik blij van. Lekker dan. Puccina's attack is naar beneden gegaan. En dan gaat Puccina. Ik bedoel, 2 shots met fucking vuur. Flamie is alweer bijna level 13. Flamie gaat hard. You're kidding me, you're tough. Ik ben ook zeker tough. Alleen moet hij nou wel tegen de eerste gym die ik tegenkom. Dat wordt heel kut. Hij was van, oké, wacht. Ik ben bang voor Team Aqua. Team Aqua gaat ook iets van Rusboro. Ah, laat me gaan. Hallo, ik heb je pakje gegeven. Nou, goed. Ik kreeg een great ball van hem als bedankje. En ik moet zo meteen naar die gym. Maar die eerste gym, wat fucked up is, is die gozer. Of die is een chick eigenlijk, van de eerste gym. En die is van fucking steen. Dat is een stone gym. Een rock type. En het probleem is, ik heb geen Pokémon die daar tegen kunnen. Ik heb een fucking vuur Pokémon. Vuur Pokémon kunnen niet zo goed tegen steen. 1 rock tomb, zeg maar. En mijn Pokémon is best wel fucked up. Weer een Machoke. Eigenlijk is Machoke is wel handig af. Weet je wat, ik ga hem vangen. Oh, lekker. Oh, low kick. Dat doet wel damage. Oké, ik heb een tackle. Als het goed is, overleeft hij het. Yes! Ik ga misschien een Machoke kunnen vangen. Want een Machoke. Steen Pokémon is slap, slecht tegen vecht. Dus vecht is sterk tegen steen. En vooral een low kick. Vooral een low kick is ook hoe zwaarder je Pokémon weegt, hoe meer damage het doet. En oh, fuck man. Steen Pokémon is fucking sterk, weet je wel. Ik bedoel, mijn Cyndaquil, zoals je ziet, die krijgt bijna geen damage. Want die is heel licht. Hé, hey, Machoke, ga aan die fucking Pokéball, motherfucker. Kijk hoe weinig AP je hebt. Kom op. 1. What the fuck? Ga aan die fucking Pokéball, scheidbeest. Kom op. Hup, Pokéball nu. Kom aan. 1. 2. 3. Yes! Ik heb een fucking Machoke gevangen. Heerlijk. Machoke is door de Pokédex geadd. Lekker. Hoe ga ik hem noemen? Ik ga hem Bruce noemen. Bruce. Waarom Bruce? Bruce fucking Lee. Oftewel, hashtag Chineuze vechter. Lekker hoor, Bruce Lee in de pocket, jongens. Helemaal top. Lekker, ik wil Macho. Dat betekent dat ik een vecht Pokémon heb. Dus een steen Pokémon zo meteen. Oh my god. Een Beldum is ook wel een hele coole Pokémon. Maar ik heb er al eentje gevangen deze episode. En ik heb even geen zin om ook een Beldum te moeten trainen. Dus ik maak hem even dood. Tot ik level 13 word. Yeah. Wild Beldum dood. Flamie. Plus 73. Level 13 Flamie. Hé, hey, Flamie gaat de goede kant op, joh. Oh, nee, Bucatcher. Bucatcher is zo stom. Vooral nu ik fucking Ember heb. Dus ik ga deze ook weer skippen. Ninkada. Oh, nee, niet doen. Hier, de fik jij. Oh, nee, niet doen. Oké, doei. Oh, sorry dat ik die shit, dat soort shit skip, man. Anders wordt zo'n serie super lang. Voor eigenlijk stomme trainers waar we eigenlijk vrij weinig aan hebben, weet je wel. Oké, okay, tenzij jullie zeggen verdeel. Dus kan ik eigenlijk vanavond lezen, pas vandaag. Want ik doe 3 episodes leef ik op een dag. En de dag erna weer. Dus als jij zegt van, hey Til, dat moet je niet doen. Zo vaak zeg maar skippen bij die trainers. Dat vinden wij irritant. Dan ga ik het niet meer doen. Dan ga ik het proberen minder te doen. Het is gewoon een automatisme geworden. Want het speelt gewoon lekkerder. Het speelt natuurlijk sneller. En wat sneller is, dat is meestal ook weer chiller. Dus we gaan kijken of ik langs deze trainers kan rennen. Maar dat gaat mislukken. Oh god. Hij heeft een challenge. Die gaat hij accepteren. Ik wou helemaal niks van je. Stomme slappie. Maar goed, whatever. Blonde drol, wat moet je? Rich Boy Winston, Rijke Tata Winston, een Zigzagoon. Oké, Flamie, brand deze motherfucker even weg. Is geen probleem, daar ga ik erheen, want Flamie is een baas. Weer een full restore, fucking Zigzagoon. Gast, hier, oh, de critical hit is een face. Dat betekent dat hij doodgaat, en dode Zigzagoon. Is 90 XP voor Flamie. En daar gaat Rich Boy Winston. Muscle, blootzaak. Oké, we gaan even naar de volgende Pokémon zoeken. Dit is een dubbel battle. En die moet ik aangaan, want ik heb mijn Pokémon niet geheeld. En mijn Machoke is heel laag AP. En mijn Cyndaquil is ook niet de sterkste meer op het moment. Dus ik ben benieuwd. Gina en Mia willen vechten. Seedot en Lotad. Dat houdt in een... Seedot is wel... Is geen gras, maar... Oh, man. Die Seedot gaat wel in één keer dood als het goed is. En die low kick op die Lotad weet ik niet hoeveel dat gaat doen. Als het goed is deze wel in één keer dood. Yeah! Die is klaar. Lekker. Hupsakee, Seedot is dood. Flamie plus 45. Hoppa. Level 14. Lekker Flamie. Bruce, level 6. En low kick. Hoeveel damage? Nou, niet heel veel. Nou. Oh, Bruce overleeft het nog. Dat betekent, dat is wel chill. Bruce blijft overleven. Dat kan lekker als het goed is. Is hij ook dood? Lekker. Bruce overleeft het, omdat hij zo'n kastoe is, jongen. Lekker, Bruce. En we hebben de twins Gia en Mia verslagen. Hartstikke chill. Hey, Bruce is... Ik heb wat dingen... Oh! Flamie evolueert al! Oh shit! Tup, 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 tup. Ik wil een Quilava.
Now watch me, Now watch me, nee. Yes! Motherfuckers, mijn Flamie is geëvalueerd in Quilava. Lekker Flamie. Je bent gewoon geëvalueerd. Dat betekent dat hij gewoon sterker is. Oh, wat tof. Ik heb Quilava, jongens. En ik ga Rustboro City in. Dus eigenlijk alweer het volgende objective stukje. Dat vind ik hartstikke tof. En dan gaan we het PC in. Hartstikke dope. Daar gaan we. Hop. Hop. Welkom Pokémon. Wil je Pokémon healen? Wil je Pokémon laten resten? Ja, dat gaan we doen. Boedoepoep. Helemaal top. Helemaal super. Dankjewel voor het wachten. Je Pokémon hebben weer volle HP. We hopen je nog een keertje te zien. Hartstikke top. In ieder geval mensen. Het was eigenlijk kort eventjes. Deze episode was even een korte. Maar ik wil jullie bedanken voor het kijken. Laat even een blauw duimpje achter omhoog als jullie hem awesome vonden. Ik zie jullie hartstikke graag in de volgende video. En dikke vette. Peace.